mam. Zijn deze wanten van mij of van Nick? Deze zijn van Nick. Oké. Richard en Heidi Hekelaar hebben hun huis verkocht, meubels en andere bezittingen opgeslagen. En nu is het een kwestie van de laatste spullen inpakken. Het is hartstikke spannend. Het is nu echt de laatste fase voordat we vertrekken. We logeren nu ook echt bij opa en oma. Alles is nu klaar. En ja, nu is het eigenlijk ook wel het moment dat we zeggen, ja, waarom kunnen we nu bijna niet vertrekken? Weet je, het is echt nu wel, ja, het is gewoon nu zover. Zo voelt dat nu. Ze gaan op reis vanwege hun kinderen. De twee jongens lopen qua intelligentie voor op hun leeftijdsgenootjes, waardoor ze met 10 jaar naar de middelbare school gaan. En dat vinden Richard en Heidi eigenlijk een beetje te vroeg. Toen ze hun huis onlangs met winst konden verkopen, was de keuze dan ook snel gemaakt. En toen zei mevrouw, waarom kopen we niet het belangrijkste? En dat is tijd. Waarom gaan we niet gewoon minimaal een jaar met ze reizen? Nou, zo is het idee geboren, aan de keukentafel. En 3 weken later waren de tickets geboekt, waren de voorbereidingen gestart. En nu gaan we weg. De kinderen hebben er zin in, maar ze denken ook wel dat ze mensen gaan missen. Ja, mijn vrienden en mijn andere familie die niet meegaan. Deze is van mijn school, omdat ik weg ga en daarom gaan ze me heel erg missen. Ze hebben allemaal een eigen rugzak en daar past niet alles in wat ze mee zouden willen nemen. Ja, de PlayStation. Maar dat, ja, is niet handig. Nee, dat is heel zwaar. Ik hoop vooral dat ze heel veel ervaring opdoen doordat ze nieuwe culturen leren kennen, nieuwe mensen leren kennen. Dat het niet gewoon is dat er water uit hun kraan komt. En ik hoop dat we ze die levenservaring mee kunnen geven. Zodat ze, als we terugkomen, wel op een normale leeftijd naar een middelbare school toe kunnen. Maar wel met dat stukje behaald. Yeah!